volop gericht zijn op de toekomst zit vanaf nu echt ingebakken in het DNA van Bon Beter Leefmilieu. We gaan ervan uit dat al onze systemen drastisch zullen moeten veranderen. En daarvoor vinden we onder andere inspiratie in Kopenhagen, waar het mobiliteitssysteem grondig werd aangepakt. De fietser en de voetganger krijgen voorrang en de auto wordt teruggedrongen. En dit is eigenlijk een fantastische verbetering van de levenskwaliteit van elke stadsbewoner. Het is duidelijk dat wanneer je in Kopenhagen met de fiets rijdt, dan merk je onmiddellijk dat dat een andere stad is waar je in rondrijdt. Dit is een van de drie fietsbruggen in de stad. Je hebt twee autobruggen en drie fiets- en voetgangersbruggen die belangrijke delen van de stad met elkaar verbinden. Het inzicht om te investeren in dat soort infrastructuur en niet te zeggen we gaan een autobrug aanleggen en we gaan daar ook nog een fietspad op voorzien. Het is het uitgangspunt dat anders is en dat het heel aantrekkelijk maakt om in deze stad u op een andere manier te verplaatsen. I ride the bike because I think it's the most convenient and my favorite means of transportation in everyday life. They've designed and continue to design most of the city for bikes and they really it's a priority. Meer dan 80% van de mobiliteit in de stad is fietsen, wandelen en openbaar vervoer. Dus dat is al ver vooruit op veel andere steden. Het autobezit in de stad ligt rond 25%. Dus dat is ook niet zoveel. Er is een systeembenadering. Je hebt hier uitstekende fietsinfrastructuur. Of het nu fietspaden zijn of parkeerplekken voor fietsen. Maar ik denk heel belangrijk is ook de intermodaliteit. Die maakt dat je als fietser gemakkelijk met die fiets op een trein kan of op een voorstadsnet. Dat je heel gemakkelijk kan overstappen van het ene op het andere. Dat er snelle verbindingen zijn, frequente verbindingen. Dingen zijn proper. Je hebt internet op alle openbaar vervoer. Het rijdt 24 uur per dag op alle grote lijnen. Dus er zit een heel systeem rond. Het wordt ook gefaciliteerd om te betalen. Dus dit is de ene kaart waarmee ik op alle openbaar vervoer niet alleen in Kopenhagen kan, maar ook in heel Denemarken. Als je dat vergelijkt met toch nog altijd de zeer verschillende ticketten die je nodig hebt om in België en in Vlaanderen openbaar vervoer te gebruiken, dan denk ik ja, het kan toch ook wel wat gemakkelijker georganiseerd worden. I also love the nature, so I don't want to have my own car and even I can't support it. It's so expensive over here. So that's why I use train, metro and buses. That's it. We zitten in Scandinavië, wagens zijn hier duur. Dus er is een hoge belasting op wagens. Bovendien, uw wagen kwijtgeraken in deze stad is niet eenvoudig en is ook duur. En als je dan zorgt dat er een systeem is dat u toelaat om een wagen te gebruiken wanneer je hem nodig hebt, en dat is dus dat flexibel systeem van deelwagens ook en huurwagens ook, die ondanks het feit dat dit een dure stad zijn, relatief goedkoop hier zijn, ja, dan voelen minder en minder mensen de nood om te investeren in een dure wagen die ze toch heel weinig gebruiken. Want ze hebben toegang tot die wagen wanneer ze het wensen. Meer dan de helft van de gezinnen met kinderen hebben zo'n bakfiets. Je kunt hier ook huren om kleine verhuisjes te doen. Het is razend populair. Good bike infrastructure makes people bike more. Denen wonen zeer vaak rond gemeenschappelijke tuinen of gemeenschappelijke binnenruimte. Daar is altijd plaats voorzien voor fietsen, naast aan speelruimte voor kinderen, gemeenschappelijke barbecues, dat soort dingen. Dus ja, het is een heel systeem dat toelaat om eigenlijk de fiets voor een belangrijk deel als uitgangspunt te nemen voor het mobiliteitssysteem. En we weten ook dat steden die op het ritme van de fiets en openbaar vervoer georganiseerd zijn, dat die een hogere levenskwaliteit hebben, gezonder zijn, dat daar vaak de waarde van vastgoed stijgt, dat die jonge mensen aantrekken, dat daar minder ongevallen zijn. Dus dat brengt heel wat met zich mee. Daar is ook heel wat onderzoek op gedaan, maar de praktijk wijst dat ook uit.